Daar beste vriend in de Heer, vandaag 29 augustus, donderdag, viert de kerk de herdachtenis van de marteldood van heilige Johannes de Doper, de voorloper van Jezus Christus. Zoals van alle andere heiligen, wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag gevierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan, als slachtoffer van Herodes' lichtzinnigheid. Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria. Dan wij vieren de sterfdag omdat wij sterven op deze aarde, maar wij worden geboren in de hemel. En daarom is de sterfdag bij de heiligen de dag om te vieren. Er is een betekenis daaruit en daarbinnen ook. Laten wij de lezingen van vandaag bekijken en laten zinken in onze harten. Wij beginnen vandaag de eerste brief van de Heilige Apostel aan de Christenen van Korinthe. Een nieuwe brief van de Heilige Apostel Paulus. En elke brief heeft een accent, een boodschap, een kleur. Mooi. Van Paulus, door Gods wil geroepen tot Apostel van Christus Jezus. Van onze broeders, Sosthenes, aan de kerk Gods de Korinthe. Aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd. Samen met allen die alle wegen de naam aanroepen, van Jezus Christus hun hier in de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer van Jezus Christus. Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt hij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk behiftigd, met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt hij niets tekort. Terwijl hij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen stand houden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan deze lezing is een heel rijk lezing. Het is heel mooi. We kunnen vers na vers echt een heel rijk boodschap te kunnen uitputten. En wij gaan een beetje de link maken met wat wij beleven vandaag als gedachtenis en als vieren met Johannes van de Doper. Wij beginnen met deze brief met de woorden van Paulus door Gods wil geroepen. Johannes van de Doper is geroepen door God. Het is echt voorbereid voor zijn komst met Elisabeth enzovoort. Maar wij ook zijn geroepen door God. De roeping van God in ons leven is altijd een initiatief van hemzelf. Een roeping is geen droom, is geen keuze van zichzelf alleen. Nee. Er is altijd daarvoor de keuze, het initiatief van God. Daarna zegt Paulus, steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade. Dan de genade van God is een reden om dankbaar daarvoor te zijn. De genade van God is groter van de kleine genade, de goede dingen die gebeuren in ons leven. De genade van God is alles, overvloedig. De volheid van al het goede die God aan ons kan schenken.
In hezert werd, want in Christus zijt gij naar mates en getuigenis bij uw ingang vond, in ieder opzicht rijk behiftigd met alle gaven van woord en kennis. En deze genade van God is groot, maar deze genade kan niet dwingen om binnen ons hart, ons leven, in ons te komen. Dan deze ingang te vinden is mijn openheid, mijn beschikbaarheid, mijn interesse om tot kennis te maken met deze genade. En in het evangelie staat geschreven, ik klop aan de deur, de Heer klopt aan de deur van onze hart. Gaat Hij ingang vinden? Ga ik de deur van mijn hart openen? En soms, broeders en zusters, deze ingang laten vinden, deze ingang maken, in ons hart is tijd maken. Soms en ik kan ook veranderen en zeggen meestal. Misschien is het betere woord. Meestal is tijd maken. Vaak maken we geen ingang voor de Heer, omdat we zeggen, ik heb geen tijd. Ja, we hebben een druk tijd. Inderdaad. Maar welke zijn de prioriteiten? Hoe kan ik de God laten als eerst deze prioriteit hebben? En dat is ingang maken. En dat maakt dat de Heer ook ingang kan vinden in ons hart. En als de Heer deze ingang vindt, dan gaat Hij ook zijn haven vanuit zijn genade aan ons schenken. En deze genade maakt dat wij meer en meer in Hem leven. Het is wat verder in de andere vers zegt. Voor verwacht uitziet naar de openbare van onze Heer Jezus Christus. Hoe meer wij verenigd zijn met de Heer, hoe meer wij Hem ingang kunnen laten vinden in ons, hoe meer wij leven in Hem en leven door in verlangen. Met een groot verlangen naar Hem te ontmoeten. Ja, niet alleen op deze aarde, maar ook in de hemel. En dat maakt dat wij een anker hebben van hoop, een anker hebben van geloof, om stand te houden bij de beproevingen, tot het einde, zoals hier geschreven staat. En dat is heel belangrijk, broeders en zusters, want als wij tot het einde de vervolging, de paradoxen van onze tijd gaan kunnen doorstaan, dat is een genade van deze vereniging met de Heer. En hoe kan ik verenigd met Hem te zijn als ik Hem laat binnenkomen? Ingang als ik ingang maak in mijn eigen leven. En God is trouw. God is getrouw. En als wij proberen stand te houden, gaat Hij ook ons niet in de steek laten. Het leven van Johannes van Doper, we gaan straks bij het evangelie zien, dat blijkt dat het een mislukking was. Nee, als wij deze lezing van Paulus meer volgen, dan wij zien dat Hij toch de grote genade heeft gevonden. Omdat Hij op deze aarde Gods wil heeft gemaakt, gedaan. En ook de palm, de genade van de hemel ook heeft gekregen, omdat hij trouw is gebleven tot het einde. En de psalm zegt een beetje over deze genade van lof, van spreken over de majesteit van God. En dat is ook wat de heiligen voortdurend doen, ofwel op deze aarde met hun leven, ofwel in de hemel met de genade van de aanwezigheid van de Heer. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Bespreekt de faam van uw wonderdaden.
U huiverings wekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. Dan er is een lijst van genade, van daden, van loven, van verhalen, van vermelden, van zingen, juichen, verspreiden, prijzen, verheerlijken. Willen wegwoorden, ze de genade van God is niet om te bewaren, maar het is om door te geven. En een martelaar is een persoon die dat heeft gedaan met woorden, maar vooral met getuigenis. En dat is wat wij zien met Johannes van Doper. Van de Doper. Daarna het evangelie volgens Marcus. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want hij had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar zij kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in twee strijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: vraag mij wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat je mij ook vraagt, ik zal het je geven, als ik het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? Deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Zij haastte zich naar binnen naar de koning en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper heeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man hing en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schoot en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen zij zijn lijk halen en legden het in een graf. Woord van de Heer. Wij danken God. Nou, wij zien hier het verhaal van het einde van het leven van Johannes. Wij zouden kunnen veel aspecten hier bekijken, maar om het niet zo lang te maken voor u, ga ik alleen twee punten. Eerst is deze genade van waarheid. Johannes van de Doper is gestorven omwille van de waarheid. In deze zin wordt hij meer en meer authentiek. Een authentiek voorloper van de Heer die de waarheid is. En deze waarheid, je kan zeggen, ja, maar dat was iets met moreel te maken enzovoort. Maar dat was ook de genade voor deze situatie, van echt in vrijheid in de Heer. En Herodes besefte dat een beetje, maar hij was een beetje, hij laat zich een beetje invloeden.
En hier ofwel de dochter van zijn vrouw Herodias ofwel Herodes, ze laten zich beïnvloeden. En de reactie van Herodes was te snel. Wij zien hier dat de geest niet de kans had om hem te raden. En dat is voor ons vanuit de getuigenis van Herodes in les en in tip. Voordat ik een beslissing ga nemen, bidden tot de Heer Geest en vraag: Heer, is dat uw wil? Is dat uw tijd? Dat door deze manier dat ik dat zou zeggen, dat zou doen, dat zou organiseren. En dat maakt een groot verschil in de loop van de situatie. En op het einde zien wij deze discreet eind van Johannes. Johannes was dood en niets meer gezegd. Niets meer. Hij was gelegd in een graf. En wij zien dat het goede wordt niet zo doorverteld. Daarom de psalm zegt ons, vertel maar, vertel maar. Maar ook soms wat het minder goed is, wat slecht is, maakt de wereld groot, 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 totdat wij denken dat het de waarheid is. Maar pas op, het is niet de waarheid. De waarheid, de heiligheid, ligt soms verborgen. En wij zijn geroepen om het te zoeken. Om het met onze woorden, met onze meditatie echt te verlangen. En de lezendienst van vandaag, een heilige priester Beda, de eerbiedwaardige, spreekt een beetje over deze gedachtenis en over Johannes de Doper. Hij zegt: terecht ieren wij in geestelijke vreugde de gedachtenis van deze man. Geestelijke vreugde. Die met zijn dood als martelaar zijn getuigenis voor de Heer heeft bezegeld. Hem werd gevraagd om de waarheid te bewijzen. Dan was gevraagd door Herodes eindelijk om de waarheid te bewijzen. En dat kon hij niet. Dat kon hij niet. Daarom was hij gevangen. Maar hij was toch vrij daar. En Christus zelf heeft immers gezegd: ik ben de waarheid. Dan wij zien dat deze oorzaak van de dood van Johannes de Doper was ook een verwijzing als voorloper naar deze genade van Christus, hij die de waarheid is. En dat maakt een mooie band voor ons. En wij zien, broeders en zusters, dat ook deze genade van Johannes de Doper om zijn leven te kunnen geven, dat is het centrum van deze lezing van vandaag, vanuit zijn getuigenis, een uitnodiging, een aanmoediging van de Heer om ons leven te geven voor de waarheid. En waar is de waarheid? In het woord van God, omdat het woord van God is Jezus. En daarom wil ik voor u even een voorsmaak te geven voor degenen die het compendium hebben en voor degenen die het niet hebben. Ik moedig jullie aan, probeer maar echt in te hebben. Dat de teksten van elk maand zijn zo rijk. En ik wou vandaag even een heel kort band te maken, om een beetje rijk te maken deze lectie en voor u ook andere perspectieven van meditatie, van bezinning te geven. De tekst van deze man van Augustus, bijna het enige, spreekt over de Lectio Divina. Het is echt aangeraden dat je het compendium hebt, voor eerst. En de tweede, dat je deze tekst zou lezen. Deze tekst ga ik niet projecteren hier, het zou niet op de video laten staan, want ik ga alleen voorlezen om voor u een voorsmaak te geven. Omdat wat hier gezegd werd in de pagina 382 en de andere pagina nadien, heeft een diepe band, een diepe link met Johannes de Doper, omdat Johannes de Doper kon tot deze offer hebben
por Jesus, por sein Namen, dass er sein Wort tief in sich selbst heeft bewahrt. In der Lexio Divina ist designado, sie lassen durchrunden durch die Heilige Schrift in uns Herz, in unsere Diebsten. Dann bei in Studie heißt es suchen. Ich habe nicht die Schrift, nicht die Texte, mit meinem Verstand suchen. Aber mit der Lexio Divina kommt der Herr in uns Herz und er durchrundet. Er kommt dort sein tiefste Verborgenheit. Was der Psalm 139 sagt. In dieser Gnade von der Lexio Divina, der Bittend lesen, ist begonnen mit in Mönch, in Cartese, Hijo, Tweede. Und er heeft in Text, in mooi Text, die in Band macht zwischen, was er hier schreibt, in der Weihe von Johannes van der Doppe. Ich habe probiert, durchzuheben. Ich hoffe, dass ihr kann beantworten. Hijo sagt so: Ich sorte ü an Gesicht hier. Ich habe het lang Zeit gesorgt, meditierend in mein Herz. Und in mein Meditation ist ein Wü in ein Verlangen abgeleitet, ü besser zu lernen kennen. Hier stoppe ich mit der Lesung. Dann, diese Gnade von der Lex Divina ist in Gnade von ein Herz, die würdig ist. Und das sucht, und sucht, um das wird besser lernen können, wie Jesus. Und das war auch, das ist auch der Gnade von der Lexio, und die Johannes von der Doppel auch ein bisschen mit seinen Worten bereit, die Wege von der Herr. Die Lexio Divina bereit, die Wege in unsere Herzen. Eine Person, die die Lexio Divina belebt, ist in diesem Video belöstert, aber danach der Text die Hand nimmt, sein Kompendium nimmt und sein Ehrengebet macht, als die Person hat nach der Eucharistie wirken, hilft die Lesung in Wort macht, in andere Sinn, in andere Bedeutung. In der Eucharistie wirken wird reich für uns. Danach sagt noch Hijo, ich lese die Passage auf den Text von dem Kompendium, als ihr vor mir das Brot von der Heiligen Schrift bringt, dann ist es in diesem Brotbrechen, dass ich euch herkenne. Und wie mehr ich euch kenne, wie mehr ich euch will lernen kennen. Nicht allein in der Letter von dem Text, sondern in der lebenden Erfahrung. Und hier, Brüder und Schwestern, wir sehen diese Gnade von der Tafel von dem Wort in der Eucharistie wirken. In der Lex Divina bereit uns vor, diese Gnade zu können besser beleben, tiefer beleben in der Eucharistie wirken. In Johannes van der Doppel sorgt auch nach dieser tiefen Kenntnis von Jesus. In Matthäus 11, Vers 3-6, stellt er seine Lehre und fragt er an Jesus: Seid ihr die Kommende oder haben wir in anderen zu bewarten? Dann Johannes der Doppel begann nachzudenken, was ist das Zeugnis von Jesus, was steht geschrieben in der Schrift. Hier sind Dinge, die klopfen, und hier frage ich mich ab. Die Lexio Divina macht auch das mit uns. Wir deuten das Wort von Gott und wir probieren, die Signale, die Tekenen von der Zeit probieren zu identifizieren. Und was Jesus an ihm antwortet, hat an Johannes sagen, was er hofft und sieht. Dann die Blinden sehen, die Lämmer laufen und so fort. Dann hat Jesus gesagt: Probier mal, echt meditieren und Ele disse em latão verca, e ele percebeu que toda a vergonha da escrita é isso. E isso é o que também na Eucaristia acontece. O que na tafel do Wort, o brot da Heilige Schrift, nós ouvimos, depois, na
de Tafel, van de Eucharistie ook concreet gemaakt. En daarna zien wij deze genade van de Cartese, de monnik Hugo, bij zijn uitleg. Ik ga het nu afsluiten. Over de leksel gezegd: ik vraag dit niet hier vanwege mijn eigen verdiensten, maar omwille van uw barmhartigheid. Ik beleid dat ik een waardige zondaar ben. Maar zelfs de honden eten de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Dan, wij zijn zondaars. Sorry dat ik dat zeg, maar het is toch waar. Nee, in de goede zin. Wij zijn niet volmaakt. Wij maken altijd niet goed. En hoe kunnen wij deze ervaring goed meemaken, ook door het licht van het woord van God? Die ons niet willen alleen de vinger wijzen, zeggen: je maakt dat slecht. Nee, maar dit brengt ook voor ons raden, voor ons andere genade en ook tips om te proberen niet meer te falen op dezelfde punten. En deze nederigheid is nodig. En dat is ook wat Johannes beleeft toen hij zegt: ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen van Jezus los te maken. Nou, wij zijn niet waardig, maar wij kunnen Gods woord te benaderen. En dat is een grote genade hier, van de Heer, broeders en zussen. En dat is voor iedereen. De lectio divina heeft niets te maken met veel studies te hebben of veel kennis te hebben. Nee, de lectio divina heeft nooit een persoon die prioriteit daarvoor heeft. Een persoon die bidt tot de Heilige Geest. Een persoon die zich laat doordringen door het woord van God. En dat maakt een verandering van het hart. En dat maakt heiligen die soms niet te zien zijn op televisie in de wereld, maar wel bestaan en een mooi getuigenis geven. Dan wij eindigen vandaag deze dag met deze mooie getuigenis van Johannes de Doper. En wij vragen dat wij ook onwankelbaar mogen zijn bij onze geloofsbelijdenis. Vooral in tijden van onderdrukking, in een tijd van stilwezen van ons geloof, moeten wij echt daarvoor opkomen. En wij vragen ook deze genade verder met dat gebed van Heilige Moeder Teresa van Calcutta. Haar feestdag is 5 september. En ik nodig u uit om deze 9 dagen bidden voor uw eigen intentie, maar ook voor de mensen die lijden in de wereld, die nood hebben aan gebed. En ook zo zich voor te bereiden. En stuur maar deze link voor andere mensen die ook misschien interesse hebben of goed zouden kunnen vinden. Meebidden tot Moeder Therese en ook met het woord van God. Dank u wel, broeders en zusters. God zegen u.